Dames en heren, hartelijk welkom op deze bijzondere raadsvergadering. En het is niet bijzonder omdat het hier zo warm is. Dat is op zich ook wel opmerkelijk natuurlijk. Maar het is vooral bijzonder omdat we een aantal commissieleden gaan installeren. En dat is een heel mooi moment. We hebben kort geleden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. En dan vind ik het ook heel fijn om dan nu de nieuwe commissieleden te mogen installeren. Maar zoals te doen gebruikelijk bij een raadsvergadering, beginnen we eerst met het vaststellen van de agenda. En ik wil daarbij melden dan dat de heer Van der Mooren vanavond verhinderd is. En de heer Scheel is ook niet aanwezig. Die is geen lid van uw raad, maar het leek me toch wel goed om dat te melden. In verband met een bijeenkomst van de Democratic Challenge in Utrecht vanavond. Ik zou u willen voorstellen om de agenda maar gewoon eens om te gooien. Want bij agenda punt 7 treft u aan de benoeming van de plaatsvervangend raadscommissieleden en de installatie daarvan. Maar ik stel voor om dat als agenda punt 1b te agenderen. Om daar dus dadelijk mee te beginnen. En na de installatie even een paar minuutjes te schorsen. Want ik heb zo het gevoel dat daar wel aanleiding toe zal zijn. En dan gaan we daarna door met onze inhoudelijke agenda. Kunt u daarmee uit de voeten? Als dat het geval is, dan gaan we op die wijze te werk. En dan kom ik bij agendapunt 1a, zoals al aangekondigd. En dat betreft het voorstel om een aantal commissieleden te benoemen. En dat betreft mevrouw Boeven, de heer Ten Kate, de heer Schulting, de heer Smits, de heer Hutten, mevrouw Werners, mevrouw Pol, de heer Van der Linde, de heer Veldhuis, de heer Holsappel, de heer Vos, de heer Wind, de heer Ekkelkamp en de heer Herink. Kunt u daarmee instemmen? Dat is een belangrijk moment. Ik stel vast dat u daarmee akkoord bent. Dat is wel fijn dat dat ook zo gebeurt, want dan kunnen we over naar de installatie. En de installatie gaan we als volgt inrichten. We doen het iets anders dan bij de installatie van de raadsleden. Elke installatie geeft nieuwe leermomenten. En ik zou het als volgt willen doen. Een aantal plaats van commissieleden hebben aangegeven de belofte te willen afleggen. Ik wil hen eerst vragen om naar het midden van de kring te komen. Zo'n beetje vanaf de heer Moerman kunt u zich opstellen tot mevrouw Hemstede. Ga ik zo'n beetje hier staan. En dan ga ik u de belofte afnemen. En vervolgens zal ik hetzelfde doen met de commissieleden die ik de eed zal afnemen. En ik zou mevrouw Boeven, de heer Ten Kate, de heer Schulting, de heer Smits, de heer Hutte, mevrouw Werners, mevrouw Pol en de heer Van der Linden willen vragen om naar het midden te komen. Dan kunnen we zo starten. Is er links nog? En een belangrijke vraag in dit huis is: bent u in beeld? Ja, u bent in beeld. Ik wil het als volgt doen. Ik ga u de belofte voorlezen. En vervolgens zal ik uw naam noemen en verzoek ik u een stap naar voren te doen. En te antwoorden in mijn richting, dat verklaar en beloof ik. En de verklaring die luidt als volgt. Ik verklaar dat ik om tot plaatsvervangend raadscommissielid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als plaatsvervangend raadscommissielid naar eer en geweten zal vervullen. En dan moet ik even schipperen met de papieren natuurlijk. En dan zou ik u willen vragen mij na te spreken. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Boeven. Dat verklaar en beloof ik. Meneer Ten Kate. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Meneer Schulting. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Meneer Smits. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Meneer Hutte. Dat verklaar. Dank u wel. Mevrouw Wernaars. Dank u. Mevrouw Pol. Dat verklaar. En meneer Van der Linden. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Dat is een heugelijk moment. Want dan zijn de eerste nieuwe raadscommissieleden binnen en geïnstalleerd. En ik zou u willen vragen om even met de griffier, want die heeft een plek voor u bedacht, om daar even te gaan staan. Dan gaan we nu de belofte afnemen. Sorry, de eed afnemen. Ja, onze griffier is buitengewoon goed in staat om deze logistiek te regelen. Dat gaat dus heel erg goed. Ik zou de heer Te Veldhuis, de heer Holsappel, de heer Vos, de heer Wind, de heer Ekkelkamp en de heer Hering willen vragen om naar voren te komen. Dan ga ik u de vragen de eed af te leggen. Ik zal het eedformulier voorlezen. En dan verzoek ik u, als ik u die vraag stel, om naar voren te komen, uw vingers omhoog te steken en de eed af te leggen. En dan uit te spreken, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En dat zal ik dadelijk nog een keer aan u voorleggen. De eed luidt als volgt. Ik zweer dat ik, om tot plaatsvervangend raadscommissielid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als plaatsvervangend raadscommissielid naar eer en geweten zal vervullen. En dan verzoek ik u naar voren te komen en uit te spreken. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En dan wil ik beginnen met de heer Te Veldhuis. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Meneer Holsappel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Meneer Vos. Dank u wel. Meneer Wind. Meneer Ekkelkamp. Dank u wel. Meneer Hering. Dank u vriendelijk. Dan bent u ook geïnstalleerd als commissielid, in plaats van commissielid in onze raad. En dan wil ik u graag namens de raad feliciteren. En dat ga ik als volgt doen. Ik ga u wat bloemen en cadeautje geven. Dames en heren, dames en heren, nee, dit was een Gordiaans knoop. Wat druk geïnstalleerd. Ja. Dames en heren, zou ik de mensen die geïnstalleerd zijn. Gaat niet lukken. Nee, gaan we niet lukken. Dames en heren,
Als u zover bent. Ik dacht, iedereen zit weer achter de tafels. Alleen mevrouw Lagasse ontbreekt. En dan kijk ik naar rechts. Ja, dat kan. Dat klopt. Ja. En dat kan in deze periode ook. Daarmee heropen ik de vergadering. En het eerste agendapunt is het vragenhalf uur. Er zijn geen vragen gesteld. Dus ja, we hoeven er ook geen vragenhalf uur van te maken. Ik kom dan vervolgens bij agendapunt 3. De vaststelling van de verslagen van de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Ommen gehouden op 22, 27 en 29 maart. Kunt u daarmee instemmen? Dan meld ik u nog dat wij op 5 april jongstleden een besloten raadsbijeenkomst hebben gehad. Hetgeen besproken is geheim. Het document dat u verstrekt is vanzelfsprekend niet geheim, want dat is openbaar geworden. Ik denk goed om dat ook nog vast te leggen. En dan kom ik bij agenda punt 4, de ingekomen stukken. Wenst iemand bespreking van agenda punt 4? Dat is niet het geval. Kom ik bij agenda punt 5? Ook niemand, is dat ook vastgesteld. Kom ik bij agenda punt 6, mededelingen uit het college van BNB. Meneer Katerberg zou ik het woord willen geven. Ja, dank u voorzitter. In de voorvorige raadsperiode, u hoort het goed, in de voorvorige raadsperiode is er een motie aangenomen met betrekking tot, of in zaken het fietspad Dunnewind. De motie was ingediend door de heer Willemsen en de heer Bongers en werd raadsbreed aangenomen. En mogelijk staan we binnenkort voor de voltooiing. Ik heb alleen een minder plezierige mededeling van, er is een tekort van 96.000 euro. En dat zouden wij willen versleutelen in de komende beraap. En om het tempo erin te houden, wordt er ook al aanbesteed, maar onder voorwaarde van bestuurlijke goedkeuring. Dus als u bij de beraap aangeeft van dat u het er niet mee eens bent, dan gaat de aanbesteding niet in. Dank u wel, wethouder Katerberg. Wethouder Lagasse? Nee. Ik heb voor u ook nog één mededeling. In ieder geval één attendering. Op dit moment worden in het kader van de inwerkprogramma's voor de raden in onze regio worden regionale bijeenkomsten georganiseerd. Voor de gemeenschappelijke regelingen. En ik attendeer u in ieder geval op 15 mei. Dan heeft er een bijeenkomst plaats in Hardenberg. Dat is het meest dicht bij u in de buurt, bij ons in de buurt. En ik heb in het presidium geadviseerd om zoveel mogelijk als delegatie uit deze raad te gaan. Want ik denk dat het heel leerzaam is om met elkaar ook zo'nzelfde bijeenkomst mee te hebben. Dan kun je er ook direct met elkaar over discussiëren. En dat kan ook denk ik naar de toekomst handig zijn. Voor de discussie en debat dat wij erover zullen gaan voeren. De uitnodiging heeft hier notibux aangetroffen. Er zijn ook andere data dan 15 mei. Maar goed, ik attendeer u op 15 mei vanwege het idee, het zou goed zijn om samen te gaan. De plaatsvervangend commissieleden zijn vanzelfsprekend ook van harte uitgenodigd daar. Dank u wel. Dan zijn er verder geen mededelingen en kom ik bij agenda punt 8, de hamerstukken. En zoals u weet heb ik beloofd om dat voortaan af te hameren. En het eerste dat ik afhamer is de gemeenschappelijke regeling werk en stichting Noordoost-Overijssel. Het opheffen en besteden van de vrijkomende middelen. Dat is vastgesteld. Vervolgens de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied Ommen. Wolvenvelsweg 1, Stegerdijk 19 in Stegeren. Het vergroten van de inhoud van een nog te bouwen woning op het perceel Wolfveldseweg 1. Dat is daarmee vastgesteld. En dan kom ik bij de bespreekstukken. En het eerste bespreekstuk is het beleidsplan civiel-technische kunstwerken. Wie mag ik daar over het woord geven? We gaan even inventariseren. Meneer Remmers, de heer De Jonge, andere fracties nog, meneer Moerman, verder niemand. Oké, dan geef ik graag in eerste termijn het woord aan de heer Remmers.
Dank u wel, voorzitter. En zou u achter het spreekgestoelte plaats willen nemen, meneer Remmers? In tweede termijn mag u blijven zitten. En ik... Ik neem waar dat u uw jasje aan doet, laat ik het zo maar zeggen. Ik zou zo graag willen dat ik dat zou kunnen hier. Meneer Remmers, u heeft het woord. Maar nu heeft het veel zwaarder, u houdt hem de hele avond aan. Dank u wel, voorzitter. Dit onderwerp is natuurlijk al redelijk uitgebreid besproken in de commissie, zoals het hoort. En dat wil ik dus niet allemaal gaan herhalen. Heel kort zijn we als LPO blij met het beleidsplan zoals het voor ligt. We zien dus ook graag dat dat plan integraal wordt uitgevoerd zoals het ons is voorgelegd. En daar zit natuurlijk in ons geval de grote mits, en daar hebben we in de commissie ook al aandacht voor gevraagd, dat we het wat tegenstrijdig vinden, dat we enerzijds met z'n allen vinden dat het heel en veilig uitgevoerd moet worden tot en met 2032. En dat we vervolgens in het voorstel lezen dat we dat wel gaan doen, maar niet voor 2018. Want voor 2018 komen we 90.000 euro tekort. Toen hebben we de wethouder ook gevraagd van goh, zou u ons kunnen vertellen wat dat gaat betekenen voor 2018? Wat gaat er dan niet gebeuren? En de tweede vraag die we daaraan gekoppeld hebben is van goh, we zien dat we in 2021 en 2022 die gelden overblijven. Dan hebben we meer budget beschikbaar dan dat we nodig hebben die jaren. En dat is eigenlijk precies die 90.000 die we in 2018 tekort komen. Nou, 1 plus 1 is 3 in dit geval. Dus we hebben toen gezegd van goh, zou het dan niet mogelijk zijn? Helaas hebben we daar geen antwoord op gekregen. De ambtelijke antwoord geeft wel over dat het wel zou kunnen. En dat het zelfs geen rentelasten met zich mee zou brengen. Nou, dat verbaast mij. Dus ik had zoiets van goh, ik moet nog iets van een dekking zoeken voor het feit dat we de 90.000 euro eerder gaan gebruiken dan 2021. Maar dat is de ambtelijke beoordeling, hoeft niet. Dus ik wil nogmaals de wethouder graag vragen van goh, behoort het tot de mogelijkheden om toch het plan integraal uit te voeren? Hij heeft wel beantwoord inderdaad van goh, dit zou er dan niet gebeuren. Dat vinden we jammer. We maken een principiële keuze voor heel en veilig. En die willen we graag ook principieel uitvoeren. En de tweede vraag is inderdaad, klopt het inderdaad dat als we die 90.000 euro naar voren halen, dat inderdaad geen rentelasten met zich meebrengen. Dus dat we ook geen dekking daarvoor nodig hebben. Tot zover eerste termijn. Er is een verschil tussen rentelasten en dekking vanzelfsprekend. Maar ik neem aan dat de wethouder daar dadelijk op in zal gaan. Meneer De Jonge, u heeft het woord. Ik zeg niks. Maar... Ja, want voorzitter, u begrijpt wel dat ik mij niet laat overkomen wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Is dat iemand teruggefloten wordt omdat hij zijn jasje niet heeft? Ik hoor daar heel veel discussie over stropdassen, maar die heb ik maar thuis gelaten omdat ik al de verwachting had dat het hier verschrikkelijk warm zou worden. En ik had wethouder Schelen al gisteren een opmerking horen maken over de stropdassen. Dus ik denk, nou ja, laat ik eens een keer solidair zijn met wethouder Schelen. Maar goed, daar sta ik hier niet voor, voorzitter. We staan hier voor het beleidsplan civiele techniek kunstwerken. En ik heb daar in de behandeling bij de commissie hebben we daar uitgebreid over gesproken. En ik heb daar ook al aangegeven dat wij de beleidsplan kunnen onderschrijven, maar dat we ook wel wat meer aandacht willen hebben van in het vorige beleidsplan, wat daarin niet gedaan is. Hè, dat er onvoldoende geschouwd is, want in het plan zoals hij nu voor ligt, staan een aantal foto's in waar je een beetje van schrikt van achterstallig onderhoud. En verleden week zag ik een televisieuitzending, volgens mij op Twee Vandaag, over achterstallig onderhoud van Rijkswegen bij Rijkswaterstaat. Dan moest ik gelijk aan de foto's denken die ik gezien heb. Dus nogmaals zou ik vragen wat meer aandacht voor het schouwen en voor het structureel onderhouden van de civiele werken. Voorzitter, ik ben in de commissievergadering. Daar ben ik, maar goed, zo kent u mij, want er is van de week ook al een opmerking over gemaakt, stijl van politieke bedrijven. Daar ben ik een beetje ondeugend geweest, want ik heb op het randje gebalanceerd daar van het politieke spel wat hier hoort plaats te vinden. En de politieke spel, voorzitter, ging over het stuk zoals dat voorlag, zoals dat gebracht werd, met een aantal keuzes erin, waarvan slechts één keuze onderbouwd is.
En de CDA-fractie was me toen een slag voor, want ik had het in de commissie willen vragen, maar die heeft het al schriftelijk gedaan. En er kwam een uitgebreide uitleg van de andere twee voorstellen die niet onderbouwd was. Op de vraag van mij, en ik ga er maar vanuit, hè, want laat ik nou eens proberen om een andere stijl van politiek te bedrijven. Ik ga er vanuit dat het antwoord van de wethouder een slip of the pen was. Want die zei van, maar meneer De Jonge, het is zoal besloten dat we het voorgestelde punt nemen, dus die andere punten hoef ik niet te onderbouwen. Dus ik ga uit van de verspreking, voorzitter, en ik wil aan u als totale college vragen van of we dat als leermoment willen gebruiken. En dat we vanaf nu ook in de nieuwe raadsperiode, want ik wil het ook wethouder Katerberg niet te lastig maken, van laten we nu proberen in de nieuwe raadsperiode om aan de gemeenteraad voldragen stukken te presenteren die goed onderbouwd zijn. Dat wij als gemeenteraad ons daar een goede visie over kunnen veroordelen en visie over kunnen vellen van hoe we daar verder mee omgaan. Want ja, eigenlijk misschien een flauwe uitspraak, voorzitter, maar zou je dat doen wat er gezegd is? Dus er is een besluit genomen hierboven in de Kamer door het college. Dan kunnen we ervoor kiezen om als gemeenteraad op de publieke tribune te gaan zitten en u hier te laten zitten. Dat is volgens mij niet de bedoeling van de gemeenteraad, want wij zijn hier het besluitvormende orgaan, de gemeenteraad. Even kijken, voorzitter, want ik had daar, ik had er ook wat over. Dus eigenlijk wou ik zeggen, u hoeft er niet op te reageren, meneer Katerberg, of de wethouder hoeft er niet op te reageren, voorzitter. Maar zo zat ik in de commissie erin. Voorzitter, ik heb ook de motie op voorhand gekregen van de LPO, van de heer Remmers. Waarvoor dank, want dan, als je zo'n motie op tijd krijgt, dan kun je er ook over buigen wat de inhoud is. En wat ik mij... Meneer De Jonge, ik heb nog geen motie gezien. Oh, die is niet ingediend. Er is geen motie ingediend. Dus u maakt nog niet. U maakt het mij gecompliceerd als u een motie gaat gebruiken die ik niet nog... Nou, laat ik het dan anders zeggen, voorzitter. Mocht het zo zijn dat de LPO, voorzitter, de motie indient die wij van tevoren gekregen hebben over dit plan, dan heb ik op voorhand al de vraag van of die motie die wij gehad hebben, of dat niet ook een slip op de pen van is geweest, dat het geen amendement had moeten zijn. Dus misschien kan de heer Remmers daar even over nadenken. En dan wacht ik in tweede termijn wel af of er al inderdaad nog een motie komt. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Jonge. Dank voor uw inbreng. Het wordt een beetje een als-dan discussie, hè, maar... Oké, dank u vriendelijk. Meneer Moerman, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter, dank u wel. Fijn dat u mij het woord geeft zonder dat ik een jasje aan heb. Dat is alweer een hele mooie, inderdaad. U heeft wel lange mouwen, meneer Moerman. Ik heb geen t-shirt aan, ik heb ook geen tatoeages. Dat scheelt weer natuurlijk. Ja, precies. Ik ga het niet hebben over de motie die nog niet ingediend is, waarvan de bestaan dus nog wordt getwijfeld waarschijnlijk. Het gaat even over het volgende, naar aanleiding van de beantwoording van het college. Is de achterliggende gedachte, en als ik het mis heb, hoor ik dat graag, dat door middel van de clustering, zeg maar, van renovatie en of uitvoeringsopdrachten om die te clusteren in bepaalde jaren, dat je daar financieel voordeel ook mee denkt te kunnen behalen. En vandaar ook sommige dingen uitstelt en sommige dingen naar voren haalt. Dus er zit daar ook een financiële achtergrond achter, omdat dat voordelig is. Dat kan ik mij namelijk heel goed voorstellen. Als dat zo is, ga ik mee met de raadsvoorstel. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Moerman. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Katerberg. En dan nodig ik u uit om in tweede termijn vooral met elkaar het debat aan te gaan. Ja, dank u, voorzitter. 2018 veilig. Ja, 2018 veilig. En in 2019 komt dan het andere scenario tevoorschijn. En dan de vraag, behoort het tot de mogelijkheden om eventueel werkzaamheden naar voren te halen? Financieel is dat mogelijk. En ik heb dezelfde informatie als u, meneer Remmers, van kennelijk zijn er geen rentelasten. Dus. En om nou te voorkomen dat we eigenlijk gaan pingpongen, neem ik ook maar een voorschotje op datgene wat u politiek eigenlijk wel graag wilt. Want u hebt in de verkiezingsperiode er behoorlijk op getamboerd. Dus ik voel wel mee van dat er iets moet gebeuren. Alleen heb ik van de afdeling begrepen dat vanavond niet toegezegd kan worden.
Want er moet nadrukkelijk naar gekeken worden. Want als ik ja zou zeggen, dan loopt mijn opvolger het risico dat hij tegen tijdslimieten aanloopt en dat de dingen niet gerealiseerd worden. Dus we kunnen gaan kijken of we een aantal dingen naar voren kunnen halen in 2018 en 2019. Want alleen in 2018, daar is de tijd, is mij verzekerd door de afdeling, te kort voor om dat in zijn geheel te realiseren. Meneer de Jonge van de VOV. Meer aandacht voor het schouwen. Vanuit het schouwen staat nadrukkelijk in het plan genoemd. U hebt het nog even over de commissie. Ik kan me niet herinneren dat ik gezegd heb in de commissie dat het college heeft besloten. Als ik dat wel gezegd heb, dan heb ik bedoeld te zeggen dat er door het college een strategische keuze is gemaakt. En volgens mij staat het ook zo in de stukken. En ik loop lang genoeg mee om te weten hoe besluitvormingsprocessen in dit huis behoren te lopen, meneer de Jonge. Dan de clustering. Ja, dan moet ik het antwoord op schulden blijven, meneer Moerman. Want in principe zeg ik van, dat is een technische vraag. En het is jammer dat u niet in de commissie hebt gesteld. Tot zover mijn beantwoording, voorzitter. Ja, wethouder, dank u wel. U heeft een toezegging van de wethouder gekregen. U heeft van de wethouder begrepen dat hij het besluitvormingsproces heel goed snapt. En de wethouder heeft ook gemeld dat een technische vraag op dit moment niet beantwoord kan worden. Mogelijk wel eerder. Mag ik u dan uitnodigen om met elkaar het debat aan te gaan? Wie mag ik het woord geven? Meneer Remmers, als eerste. Wie dan? Meneer de Jonge. Wie nog meer? Nou, u gaat het woord voeren of u gaat niet het woord voeren? Meneer Dunnewind gaat ook het woord voeren. Uitstekend. Oh. En dan gaan we, dan ga ik als eerste meneer Remmers het woord geven. Excuus meneer Marsman. U komt als vierde. Een matige vraag, want of ik inbreng heb, ja of nee, of de fractie van de ChristenUnie hangt af of die motie ingediend gaat worden. Dat weten wij nog niet, maar dan ga ik u de gelegenheid geven om, dan ga ik u de gelegenheid geven om te interroperen. Welke ja? Motie? Okay. Eén motie. Meneer Remmers. Het hangt zelfs nog of het inderdaad een motie of een amendement is, dus het wordt alleen nog maar lastiger. Ja. Dank voor de beantwoording, laten we daarmee beginnen. Ik snap de beantwoording, ik snap wat de wethouder aangeeft, ik snap ook wat de afdeling zegt. Ik moet even uitkijken, want niet iedereen heeft iedereen dan die antwoorden gekregen, dat weet ik dan eerlijk gezegd niet. Maar de wethouder heeft hem wel gezien en daar staat, en dat verbaast me dan, als conclusie eigenlijk min of meer in die beantwoording van in die zin is het naar voren halen van de budgetten niet realistisch. Terwijl, en dat staat ook een beetje in de tekst, van het is lastig om die werkzaamheden naar voren te halen. Ja, dat is tenminste, als ik het goed geïnterpreteerd heb, is dat wat de wethouder nu zegt. Van, goh, we zouden het misschien wel willen, maar of het nog wel kan. Maar we gaan ons best doen om te kijken wat we dan naar voren kunnen halen. En dan zou ik als conclusie verwachten van in die zin is het waarschijnlijk lastig om de werkzaamheden naar voren te halen. Terwijl er staat, in die zin is het naar voren halen van de budgetten niet realistisch. Dus maar het gaat dan om de uitvoering van de werkzaamheden, begrijp ik. En niet om het feit van die budgetten zelf, want er wordt zelfs aangegeven van er zijn geen rentelasten mee gemoeid. Dus ik snap de beantwoording, daar zou ik dan nog wel graag een echt uitsluitsel over willen hebben of dat inderdaad op die manier dan bedoeld is. En ik ben natuurlijk toch wel benieuwd, van ik snap over het graf heen regeren is niet chic. Aan de andere kant, ja, als we nu niet een zo duidelijke en zo hard mogelijke toezegging hebben, dan is het maar zeer de vraag of hij dan nog wel van de opvolger komt, om het zomaar even uit te drukken. Dus ik zoek toch wel naar een weg waarin we elkaar zouden kunnen vinden. Tot zover. Meneer de Jonge. Ja, voorzitter, eigenlijk begrijp ik de beantwoording van de heer Remmers niet zo. Want onze gedachten van mijn fractie die sluiten wel aan bij hetgene wat de wethouder over procesgang aangaat. Dus ik heb daarin een vraag ook wel aan de heer Remmers, maar misschien ook wel aan de andere
fracties die bezig zijn met de coalitie vormen en wel verder gaan, wellicht met regeren. Want ik zie in ieder geval de dingen die door de LPO worden aangegeven als een soort amendement, aanpassing van besluit. Wij zouden ermee kunnen leven, voorzitter, dat het stuk aangenomen wordt zoals hij nu voor ligt. Want de punten die opgezond worden betekenen volgens mij nog wat. En ik zou aan de heer Remmers willen vragen van waarom hij ervoor gekozen heeft om dit moment op deze manier dit te willen amenderen dan wel binnen te halen. En niet de kans had liggen bij het nieuwe college of het onderwerp van gesprek te laten maken bij de coalitieonderhandelingen. Want ik kan me herinneren, en wat dat betreft verbazing te meer, dat vlak voor de verkiezingen, waar we een aantal jaar geleden het IBO-programma hebben aangenomen als raad, allemaal voorgestemd hebben, dat er vlak voor de verkiezingen een motie kwam om dat IBO-programma aan te passen. Dus waarvoor zou dat dan, hè, in ogen van de LPO-fractie en misschien ook over de CDA, want die heeft toen ook de motie ingediend. Dus dat proces is wel mogelijk, geven ze daarbij aan. Waarvoor er niet voor gekozen is om te wachten tot het nieuwe college geïnstalleerd is en daar alsnog een soortgelijke motie in te dienen om het proces daarna te versnellen. Want dan heb je ook inzichtelijk hoeveel geld ervoor is en hoeveel tijd ervoor is. Dat is een vraag aan de heer Remmers. Ik kom met meneer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Dat is eigenlijk ook een vraag aan meneer Remmers. Want als ik goed geluisterd heb naar de wethouder en het stuk gelezen heb, dan 2018 is inmiddels een paar maanden oud. Dus we hebben nog een paar maanden te gaan. Als we dus de boel in beweging willen zetten, dan moeten we heel snel zijn, denk ik. Dus de vraag is of we het scenario veilig überhaupt, zeg maar, nog voeten aan de grond kunnen laten geven. Of we heel en veilig. Dus dat zou mijn vraag zijn, wat is dan het effect als we dat dan toch zouden doordringen? En volgens mij is het een prima stuk wat voor ligt. En als je kijkt naar wat voor afbreuk dat doet aan de veiligheid, die is gewaarborgd, hè, in alle opties. Dus waar schieten we daar dan mee op als we voor heel en veilig gaan in dit geval? Tenminste, ik kan me niet voorstellen, als je die rentelast, als dat nul is, dan moet het bijna zijn dat we in 2018 geen geld gaan uitgeven, dat er gewoon geen tijd is. Ik kan niks anders verzinnen. Zeg maar, want als je toch geld uitgeeft, dan kost het wat, lijkt mij. Ik kan me niet anders, iets anders bij voorstellen. En het andere punt is wat ik nog wil maken is, volgens mij heeft de wethouder namens het college, dus niet als wethouder, maar namens het college een toezegging gedaan. Zodat we ook na de nieuwe formatie dat we daarmee vooruit kunnen. En wat ons betreft is het een prima plan. En we hebben van de ambtenaar heel adequaat en snel antwoord gekregen op onze vragen. En waarvoor alle lof. En wij kunnen er prima mee leven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dunnemint. Meneer Remmers, er zijn twee vragen aan u gesteld. Ik geef u graag de gelegenheid om die te beantwoorden. Heel graag, dank u wel, voorzitter. Waarom nu? Laat ik met de heer De Jonge beginnen. Ten eerste omdat het nu op de agenda staat. En ten tweede, wat onze angst is, en ik bedoel, de onderhandelingen moeten ook nog beginnen. Onze angst is dat we dingen op de langere termijn gaan schuiven. Ja? En dat we principieel kiezen voor heel en veilig. En daar zijn we het volgens mij met z'n allen over eens. En dan vind ik het principieel ook niet juist om dan in het eerste jaar al te zeggen, ja, dat gaan we doen, maar we gaan voor 2018 gaan we dat nog niet doen. Ja, dan is het een beleidsplan 2019-2032. Prima, maar als we zeggen het is 2018-2032, dan geldt het ook voor 2018. En waarom dan toch het verschil tussen heel en veilig en veilig? Nou, wij vinden in ieder geval, en zo hebben we het ook geformuleerd, is van dat je als toeristische gemeente ook vindt dat je er gewoon het er allemaal keurig bij moet liggen. Ja, veilig prima, maar de foto's in het stuk, en de heer De Jonge haalde ze ook al aan, ja, vind ik nou niet echt een visitekaartje van de gemeente Ommen. Als je als fietser in Ommen komt en je fietst onder zulke viaductjes door, dan denk je toch van, hé, wat gebeurt hier? Of wat gebeurt hier niet, in dit geval beter gezegd. En ik heb de toezegging ook gehoord, het blijft alleen inderdaad. Meneer De Jonge, u wilt een interruptie plegen. Ja, voorzitter, ik had al getracht om eerder even uw aandacht. Maar dat lukt niet. Ik denk, wacht maar eventjes netjes af, hè, met onze nieuwe stijl van politiek bedrijven. Zou u een vraag willen stellen aan meneer Remmers, meneer De Jonge? Ja, voorzitter, want dat ging over de opmerking van de heer Remmers
van ik heb angst dat het op de langere termijn wordt geschoven. En dat triggert me wel een beetje, want de heer Remmers, zijn fractie, zijn partij, die gaat meedoen aan het vormen van een nieuwe coalitie. En dan heeft hij nu al vraagtekens bij het functioneren van de nieuwe coalitie. Want ik heb juist, daar wel vertrouwen in dat het goed komt, want ik heb in de verkiezingsprogramma's gezeten daadkrachtige woorden gehoord. Dus ik hoop dat het nieuwe college het daadkrachtig op zou pakken. Dus waar komt de angst van u vandaan, vraag ik dan via uw voorzitter, meneer Remmers. Meneer Remmers, u heeft er een vraag bij. Ja. Ja. De avond is nog jong. Wij willen graag, en dat staat ook in ons verkiezingsprogramma, en we hebben daar inderdaad, wat de wethouder al zei, eerder aandacht voor gevraagd. Dus wij willen graag dat het zo snel mogelijk wordt opgepakt. En ook het heel, en niet alleen het veilig. En dus zeg ik van laten we, en daarom zei ik ook van ik probeer een toch te kijken van kunnen we wat afspreken daarover. Ik wil graag dat alles wat kan. Ja, en of dat voor die volledige 90.000 is, ik begrijp uit de beantwoording van de wethouder dat lastig kan worden. Maar dat we wel aanpakken wat we kunnen aanpakken. Meneer Dunnewind, u wilt de vraag stellen, meneer Remmers, denk ik. Klopt. Meneer Remmers geeft aan dat hij zo snel mogelijk wil oppakken. Maar volgens mij is de toezegging van de wethouder daarop op gericht. Dus wat is dan de reden dat dat niet voldoende is? Meneer Remmers, gaat u voort. Ja, ik... Ja? Meneer Remmers, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik probeer gewoon het maximale eruit te halen wat haalbaar is. En daar probeer ik aandacht voor te vragen. En daar probeer ik een zo concreet mogelijke toezegging op te krijgen. Niet meer en niet minder. Dank u wel, meneer Remmers. Meneer Dunnewind, u wilt daar nog op reageren. Ja, even heel kort. Dat willen we allemaal, hè? Alleen is het ook realistisch. En dat is dan de vraag die ik dan eraan zou willen koppelen. Is het realistisch wat u stelt? Dat hoor ik graag van de wethouder. Voorzitter, volgens mij hebben we een duidelijke toezegging gehad van de wethouder. Dus is dan de vraag aan meneer Remmers of hij daarmee kan leven, ja of nee? Ik denk dat dat een politieke vraag is, meneer Dunnewind. Ja, en dat ligt bij meneer Remmers. Ja. Man. U heeft het woord, meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. En voorop gesteld dat natuurlijk deze conceptmotie ik rondgestuurd had, terwijl ik de beantwoording nog niet had, dat vooropgesteld. Ik heb hem ook nog steeds niet ingediend, dus er is nog steeds niks aan de hand. Maar het is wel zo dat ik probeer straks aan het eind van de wethouder in ieder geval te horen te krijgen van oké, hij heeft gezegd van ik ga kijken wat er mogelijk is. En ik wil de wethouder graag uitdagen om te kijken in hoeverre, hoe concreet hij dat kan maken. In hoeverre, wat is dan wel realiseerbaar en wat is niet realiseerbaar van die 90.000 euro zoals we die nu voor dit jaar tekortkomen? Ja, maar dan mag ik u toch in het licht van de orde van deze vergadering melden dat u een duidelijke toezegging heeft gehad van de wethouder, denk ik. En de wethouder zal u vanavond niet kunnen melden hoeveel deel van die toezegging al dan niet uit die 90.000 euro kan worden benut. Dus u zult het met de toezegging van de wethouder moeten doen. Ja, en dus dat is wat er ligt. U heeft ook gedebatteerd met elkaar over de reactie van de wethouder, de positiesturing in kiest. Als er geen nieuwe gezichtspunten meer zijn, dan wil ik het voorstel in stemming brengen. Ja? Ja, wenst iemand stemming over dit voorstel? Dat is niet het geval. Dan is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dan kom ik bij de rondvraag. Sterker nog, ik kom bij de sluiting. En volgens mij zijn we er aan toe, want het begint al aardig warm te worden. Ik dank u. Overigens, ik dank u voor het debat dat u met elkaar gevoerd heeft. Het was ik vond het zo mooi om dat daar te zien en niet deze kant op te gaan. En volgens mij hoort het ook zo. Ik wens u heel veel een hele mooie avond en we spreken elkaar snel weer. Dank u wel.